Toch zijn er mensen die niet konden wachten om het water in te springen. Maar verder was het nog vrij rustig op het strand, dat een paar weken later dan verwacht openging, omdat het zandniveau nog niet in orde was. Ja, alles wordt aangekondigd van het strand gaat open op 25 mei, maar helaas. Er is geen groot feest, niemand, niks. Maar wij zijn er wel. 10 uur vanmorgen, precies klokslag 10 uur, mensen die dachten dat er hier een fanfare bent en een burgemeester was om een lintje door te knippen. Maar dat was niet het geval. Vroeger konden inwoners van Eiburg op Blijburg genieten van de zon. Maar Blijburg ging eind vorig jaar dicht vanwege de aanleg van het strandeiland. In de zomer was het vaak druk bij het winkeltje op Blijburg. Denk je dat het ook met dit nieuwe strand kan gebeuren? Ik hoop het. Ik was onderdeel van Blijburg met de winkel. En ik hoop dat we dat hier ook voort kunnen zetten. Er gaat wel veel gebeuren, maar hoe en wat, dat weet ik ook niet precies. Nou ja, ik vind dit wel veel fijner dan toen we aan die kant zaten. Het is net of de ligging, dat de wind hier niet zo binnenkomt, zeg maar. Aan die kant was het open, dus dan voel je echt de wind. Dus kijk, nu is het gewoon lekker weer. Ja, toch? Zeker, ja. Want toen ik net uit huis ging, was het best wel koud en het waaide. Ja. Er wordt nog nagedacht over een openingsceremonie voor het nieuwe strand. Stadse Oost gaat er aankomende week over vergaderen. Nou, het is niet warm. Als je er dan uitkomt, dan is het meteen lekker. Ja. Want dan ben je ineens zo warm eigenlijk. Dan is het koude water, het ligt lekker daar. En hier nou voel ik me heel erg springlevend.